Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen deze vrijdag met brede opklaringen boven het land en dus schijnt vanochtend de zon geregeld. Maar er zijn ook nog enkele wolkenvelden en, met name in het noordwestelijk kustgebied, leveren die vanochtend al een eerste bui op. Kan een stevige bui zijn trouwens, met onweer. Later vanochtend en vanmiddag neemt het aantal buien ook in het binnenland toe, dan zou er overal eigenlijk een enkele bui kunnen vallen. Verwacht geen verregende middag, het droge weer blijft overheersen. Het wordt 17 à 18 graden, de windwaarde uit het zuidwesten is aan zee af en toe windkracht 6. Vanavond neemt het aantal buien weer af, en vannacht vallen de meeste buien dan opnieuw in de kustregio en is het land inwaarts droog. Er kan er wel een misbankje ontstaan. Morgen, eerst buien in het westen en noorden, later op de dag weer in de rest van het land, en vooral in de middag breekt ook de zon vaker door. We leveren een graadje in voor ongeveer 17 graden, maar de wind neemt wel een kracht af. Zondag blijft het zo goed als overal droog, heel misschien in het noordoosten nog een bui, maar grotendeels droge dag dus. En ook maandag verwacht ik eigenlijk geen regen, twee droge dagen. Dinsdag wordt het opnieuw natter, en de temperaturen liggen de komende dagen rond 16 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.